maak je nou contact met God? Wat is toch het geheim? Nou geloven dat hij hier is, hier waar wij nu zijn. Hij is dichter bij je dan je denkt, je hoeft niet ver te gaan. Hij is dichter bij je dan je denkt, hij is maar één gebed bij jou vandaan. Dus praat maar, vertel maar, laat je stem maar horen. En als je dat oprecht doet, dan wordt er iets geboren. Je opent dan je hart voor hem, en wat je daar ook zegt, je zult ontdekken dat hij die je zo lief heeft, is er echt. Hoe maak je nou contact met God? Hoe maakt hij zich bekend? Nou geloven dat hij hier is, ja hier waar jij nu bent. Hij is dichter bij je dan je denkt, je hoeft niet ver te gaan. Hij is dichter bij je dan je denkt, hij is maar één gebed bij jou vandaan. Dus praat maar, vertel maar, laat je stem maar horen. En als je dat oprecht doet, dan wordt er iets geboren. Je opent dan je hart voor hem, en wat je dan ook zegt, je zult ontdekken dat hij die je zo lief heeft, is er echt. Zo maak je dus contact met God, eenvoudig als een kind. Praten met de Vader, jou de liefste vriend. Hij is dichter bij je dan je denkt, je hoeft niet ver te gaan. Hij is dichter bij je dan je denkt, hij is maar één gebed bij jou vandaan. Dus praat maar, vertel maar, laat je stem maar horen. En als je dat oprecht doet, dan wordt er iets geboren. Je opent dan je hart voor hem, en wat je dan ook zegt, je zult ontdekken dat hij die je zo lief heeft, is er zegt. Je zult ontdekken dat hij je zo lief heeft, is er echt. Hij is dichter bij je dan je denkt, hij is maar één gebed bij jou vandaan.